Vraag op straat vragen we de mensen wat ze ervan vinden dat ze ook dit jaar tijdens carnaval hun biertje gewoon uit een plastic bekertje moeten drinken en niet uit een glas. Wat vindt u ervan dat we ook dit jaar tijdens carnaval een biertje uit een plastic beker moeten drinken in plaats van uit een glas? Mij zou het niks uitmaken. Dat ik eigenlijk, nee, het maakt mij niks uit. Biertje blijft gewoon hetzelfde proeven? Het blijft hetzelfde. In een plastic beker past er wel een stuk minder in dan in een glas. En nu hebben ze de prijs ook nog eens verhoogd naar €2,40. Wat vindt u daarvan? Ja, je moet er wat voor betalen, hè? Voor je drankje. Maar ik kom niet zo vaak in de stad. En toen zei je in het centrum ook niet. Ik heb daar niet zo'n probleem mee. Ze vindt het prima zo. Voor mij wel. Nou, dat lijkt me een goed plan. Ja, lijkt mij ook wel verstandig. Ik denk als mensen veel bier drinken, dan vergeten ze gauw dat het echt glas is. Het lijkt me gevaarlijk. Dus ik vind dat heel goed. Ja, ik ben ervoor. Eens. Ja. Het is wel zo dat een biertje nu duurder wordt, €2,40. En in een plastic beker past een stuk minder in dan in glas. Wat vindt u daarvan? Dat is goed. Dan ga je minder drinken. Vind ik goed. Ja, inderdaad. Ja. Ja, ik vind het goed. Wat, vind je het zelf niet? Je betaalt wel iets meer voor je biertje nu. Ja, maar dat maakt toch niet uit? Dan neem je er eentje minder. Weet je, dat eerste biertje is het lekkerste. Met het wijntje ook. Het eerste wijntje is het lekkerste. En daarna giet je het gewoon naar binnen. Dus dan neem je maar een biertje minder. Nou, vind ik een prima zaak. Een glas is best gevaarlijk als het kapot raakt. Ja, mensen met een drankje op laten al snel wat vallen. Ja, plastic lijkt me een goede zaak. Aan de andere kant is plastic ook weer een stuk milieuvervuiling. En glas kun je makkelijk recyclen. Op zich goed. Ja, ik bedoel voor de veiligheid thuis carnaval, er gebeurt nog alles een keer iets in de kroegen. Dus ja, nee, prima, niks mis mee. Ja, ik vind het ook wel goed, want de veiligheid is wel het belangrijkste natuurlijk. Aangezien er nogal wat kan gebeuren tijdens carnaval van incidenten, vind ik het ook wel belangrijk dat de veiligheid voorop staat. En de plastic bekers kunnen misschien gerecycled worden. Het is wel zo dat de prijs omhoog is gegaan naar €2,40 en dat in een plastic beker een stuk minder past dan in glas. Wat vind je daarvan? Ja, ieder nadeel heeft zijn voordeel. Ja. Wat zal ik zeggen? Voor die 10 cent kan de pret denk ik niet drukken voor trammeland tijdens carnaval binnen de kroegen. Dus nee, dat vind ik het wel waard. Plezier zit er in jezelf en niet in de alcohol. Dat vind ik. Ja, dat is niet leuk. Ja, ik weet niet wat ik nog meer van moet zeggen. En waarom vindt u het niet leuk? Nou ja, het hoort toch niet. Hè? Bier hoort toch in glas? In een glas... Maakt voor u veel uit qua smaak ook? Ja, denk het wel, ja. Ja. En denkt u dat het misschien niet veiliger is in plastic bekers? Ja, maar het hoort toch niet hier zo te zijn. Dus ja. Gewoon lekker in glas houden. Ja, dan moet zeggen, ja, zou ik zeggen van wel. Ja. Nou, dat vind ik een goed idee. Weet je waarom? Met een glas, dat ligt over de hele stad. Dat is niks. Maar plastic ook, toch? Wat zegt u? Plastic toch ook? Ja, maar dat is niet zo gevaarlijk. Als dat kapot gaat en je valt erop, dan wil niet zeggen dat je dan gewond bent. Hey? Maar het is nu wel zo dat voor een biertje moet je nu €2,40 gaan betalen. En in plastic past er een stuk minder bier in dan in een glas. Wat vindt u daarvan? Nou, dat vind ik niet goed. Ik vind die prijs sowieso veel te hoog. Als je ziet wat er in andere steden, net per op zo'n €2. €1,89 doet ook nog mee in Steenbergen, geloof ik. Nou, dat moet hier ook haalbaar zijn. Ja, prima, want anders zit er zo meteen overal lichter glas op de grond. En dan vind ik bier beter, of plastic bekertjes vind ik beter. Kan je ook beter opruimen dan glas. Minder gevaarlijk. Het is wel zo dat je nu €2,40 moet gaan betalen voor een plastic beker. Of in bier plastic beker drinken. €2,40 voor één biertje. Dat vind ik nogal wat om eerlijk te zijn. Normaal gesproken zijn het 2,10, 2,20, misschien 2,30, 2,40 vind ik al veel. En dan 33 centiliter. En het is ook nog zo dat inderdaad in een plastic beker veel minder past dan in een glas. Ja, dat vind ik duur. Ja, en dan, aan de ene kant snap ik het wel heel goed. Want ik zou zelf ook liever uit een plastic beker drinken, denk ik, dan uit een glas. Als je het om veiligheid gaat doen, maar omdat er minder in zit en je betaalt veel meer. Dan heb ik liever van zorg dan dat je die glazen gewoon opruimt. Dat is ook een kleine moeite. Je zet er een mannetje extra bij en die glazen zijn opgeruimd.
Ik vind het een beetje jammer, maar dat is persoonlijk. Een beetje jammer dat het zo duur moet zijn. Ik denk dat er ook minder omzet van gaat komen op een gegeven moment. Dat mensen op een gegeven moment zoiets hebben van, ja, laat maar, want we gaan wel ergens anders naartoe. Of we gaan gewoon ergens binnen zitten waar we wel gewoon glazen kunnen krijgen. En waar we maar gewoon 2,10 hoeven te betalen voor een biertje.